Bart. Hallo Louise. Waar gaan we het in deze aflevering over hebben? Over social return. Ik ben benieuwd wat dat is. Dat mag je me straks uitleggen. Prima. We gaan het in deze aflevering van De Keet dus hebben over social return. Maar eerst gaan we kijken naar een reportage over twee broers. Zij werken voor IBM en hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. En daar gaat het in dit programma om. Wat betekent het voor deze mensen om een baan te hebben? Ik ben Marcel van Bommel. Ik maak motoronderdelen van KTM. Ik ben Patrick van Bommel. Ik werk nu samen met mijn tweelingbroer Marcel. Het is fijn om samen te werken. Ik maak radiator met de koelers erop. Dat het goed is voor de crossmotor. Dat het goed koel blijft onder het crossen. Ja, ik ben voor IBM hier komen werken. Dat ik, ja, niet echt in snelheid kan werken, dat ik ook weer een dikke beetje langzamer ben. Maar ik kan wel goed met productie meedraaien. Als ik bij een ander bedrijf werk, dan is de tempo veel hoger daar dan een klapje dicht. En hier ben ik helemaal tot rust. I know you're tired. I'm loving with nobody. Love nobody, nobody, for just grab. Ik ga plezier naar mijn werk. Fluiten naar mijn werk toe. En dan geef het ook weer fluiten weer naar huis toe. Dat je echt fijn om te werken hier, zodat je echt een goede dag hebt. En ik zei het aan het begin van het programma al, we gaan het hebben over social return. Ik zit nu in De Keet met de regiomanager van IBN Arbeidsintegratie, Evert van Summeren. En hij weet alles over dit onderwerp. Wat is nou social return? Ja, dan begint het eigenlijk bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je probeert winst, profijt te maken. En dat doe je door duurzaam gebruik te maken van de middelen. En een goede aandacht voor mensen. Social return gaat nog een stapje verder. Dat is een verplichting vanuit de overheid, waarbij je als ondernemer gevraagd wordt kansen te creëren op arbeid voor mensen met een achtergestelde positie. En op wat voor manier kunnen bedrijven dat doen? Dat kan op twee manieren. Direct door mensen in dienst te nemen, door begeleid werken of detacheren. Of indirect door diensten af te nemen van IBN. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld je vergadering doen in het vergadercentrum, je bedrijf laten schoonmaken door ons of zoiets dergelijks. Daardoor ontstaat meer werk en kunnen we dus meer mensen een baan bieden. Bedrijven gaan over het algemeen voor het snelle geld. Wat heeft social return over voordelen voor ondernemers? Heel concreet, op het moment dat een ondernemer social return op een goede wijze invult, maakt hij een grotere kans op opdrachten vanuit de overheid. En daarnaast is het natuurlijk mooi om een maatschappelijke bijdrage te leveren en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt meer kans te geven op werk. En jij bent van het IBN Expertise Centrum. Wat doet dit centrum? We kijken samen met de ondernemer naar een goede manier om social return in zijn of haar bedrijfsvoering te implementeren. En dus eigenlijk geven jullie advies? Advies, en we ondersteunen vervolgens om dit ook goed gestalte te geven. Bedankt voor je uitleg. Social return kan gezien worden als verplichting. Maar sommige bedrijven doen dit echt uit overtuiging. Het Osse bedrijf De Postbode is daar een voorbeeld van. 80% van het personeel van deze organisatie heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. In de volgende reportage hoor je waarom Hans van der Lee zijn bedrijf met zoveel passie runt. En van Stefan Vlasveld hoor je hoe het is om daar te werken. Wat ons uniek maakt is dat wij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen diverse handicaps zijn. Postbezorging is een heel mooi werk voor mensen met rugklachten, met psychische klachten. Op dit moment is maatschappelijk verantwoord ondernemen een hot item. Dus dat is heel fijn voor ons, maar bij ons zit het in de genen. En je kunt het niet alleen doen omdat je het doet
omdat het maatschappelijk ondernemen is. Maar je moet het doen vanuit je eigen, het moet toch wel een beetje in de genen zitten. Ik ben Steven Vlasveld, ik werk bij de postbode. Ik ben hier flexibel. Ik doe alle werkzaamheden wat hier is. Post ophalen bij bedrijven. Ik haal bremstone bezorgers 's avonds. Ik moet inboeken, sorteren en frankeren. Het oud drijf vind ik leuk van het werk. Want ja, je komt bij bedrijven, je komt er wel vaker. Dus je kent die mensen, je begroet die leuk. En... Wat mij vooral trekt is de passie van de medewerkers, de betrokkenheid van de medewerkers, het niveau waarop veel medewerkers bij ons binnenkomen en het niveau waarop medewerkers na bijvoorbeeld een jaar aan het werk zijn. Daar stoppen we heel veel energie in en dat zie je terug in de groei van de medewerkers. Ja, ik doe dus de postwaar bij bedrijven en dat gaat dus op middags tussen 4:30 en tussen 5:30 ongeveer. Dan ga je plots halen en dan sorteer je dan. Komt niet binnen, dan sorteer je het hier, wordt uitgesorteerd op die balie. En dan, ja, wordt het ingeboekt door mensen die daar zitten. En dan gaat het dan verder naar de sorteerkamer. En dan wordt het weer vrijgelegd en dan wordt het voor de bezorgers neergelegd. En die brengen wij samen ook naar de bezorg toe. En dan is dat, ja, eigenlijk weer compleet het ritje. Van de post gaan we naar buiten, naar de IBN Groentetuin in Uden. Daar werkt Jos Emons. Hij geniet daar vooral van de ruimte en het werk in de buitenlucht. Ik ben Jos Emons. Ik ben bijna 64 jaar. Ik werk sinds mei 2004 bij de IBN. Ja, ik werk hier achter mij in de tuin, van alles, poten, bonen, maar ook kool. Ik heb 35 jaar in de vleessector gewerkt, kou en koeling. En zodoende via mijn heupklachten en dergelijke en spijker in de voet gehad, ben ik bij de IBN terechtgekomen via het IWW. Het oosten is hier heel variërend, van aardappelen, als kool, als raapjes, peultjes, radijs. Ja, je kunt zich niet bedenken wat er allemaal in de tuin. Afrikaantjes hebben ze gisteren nog gezaaid. Als ik de spullen zie groeien en zo, en het is nou een buitje regen s'nachts, dat het toch goed doet, dat het eer van het werk heeft. Ja, de rust en de stilte, wat wij vroeger zeiden, puur natuur in de bossen, in de rand. Overal groot gekocht en dat komt nu weer terug. Ja, mijn werk is mijn hobby. Ik voel hier weer veel terugkomen van vroeger thuis, van de boerderij. Dit was alweer de derde aflevering van de Keet. Na de zomer is de Keet nog één keer te zien. Fijne vakantie en tot september!